Oma Brit leest voor. Verhalen van Ot en Sien, geschreven door Jan Lichthart en H. Scheepstra en geïllustreerd door C. Jetses. Een man met een aap. Op een dag komt Trui weer uit school. Wat ben je laat, zegt moeder. Er is een man met een aap, vertelt Trui. Mag ik nog even gaan kijken? O, zegt moeder, nou die komt zo hier, dan kun je ze goed zien. Roep Ot ook maar. Ot, Ot, een aap. En daar is Ot al. Waar is de aap? Op straat. Moeder gaat eens kijken of ze hem al ziet. Trui en Ot gaan mee. En ja hoor, daar heb je ze. De aap zit op de arm van de man. Hij heeft een touw om de hals en een pet op. En een leuk rood rokje aan. De man zet de aap op de vensterbank. Ot loopt erheen. Niet doen, Ot. Moeder pakt Ot bij de arm. Je moet hier blijven. Als je te dicht bij de aap komt, bijt hij je. De aap zit voor het raam en kijkt. Hij ziet er niet erg blij uit. En hij trekt met zijn neus. Omhoog, zegt de man. En de aap klimt omhoog. Hij doet het heel vlug. In een wip zit hij op het dak. Hij heeft 4 handen, zegt moeder. Zie je wel, Trui? Ja, ja, roept Ot. En een staart ook. Trui vindt het maar een vies beest. Hij krabt zich. De man trekt aan het touw en de aap glijdt naar beneden. Hij springt weer op de arm van de man. Ot geeft de man een cent. En dan gaan de man en de aap weer verder. Die arme aap. En wat doet Ot? Hij bindt Poes een touw om de hals. Poes zit wel stil, maar ze kijkt toch bang. Sien staat erbij met de pop. Ze vindt niet dat Ot lief is. Niet doen, Ot, zegt ze. Maar Ot doet het wel. Poes is een aap, zegt hij. Ze moet omhoog. En hij zet Poes tegen de stam van de boom. Maar Poes blijft stil zitten. Doe dan, zegt Ot, omhoog, in de boom. Hij trekt aan het touw. Poes laat zich zakken en probeert weg te komen. Maar ze kan niet, ze zit vast aan het touw. Ot pakt haar hand op en zet haar weer tegen de stam. Toe, aap! Hij trekt Poes aan de staart. Ot, niet doen, zegt Sien, dat mag niet. Ja, ze zal, zegt Ot, omhoog, vooruit, omhoog. Daar komt moeder aan. Ze ziet wat Ot doet. Maar Ot, zegt ze, dat is lelijk. Maak eens gauw dat touw los. Je doet Poes pijn. Maar Poes is stout. Nee, jij bent stout. Poes is toch geen aap? Pas maar op, of ik bind jou met een touw om je been. Dan ben jij een aap en jaag ik jou naar het dak. Daar moet Sien om lachen. En Ot ook. Hij laat Poes vrij. Die loopt hard weg. Aan een touw? Nee hoor, daar houdt ze niet van.